Ondanks dat het paradepaardje van de Star voorlopig niet inzetbaar is, wordt er tijdens de 12e editie van de Stardagen toch met stoom gereden. Dankzij de collega's uit Goes. Die hebben een locomotief afgevaardigd, waardoor we dus vandaag en morgen naar het Musselkanaal kunnen rijden met een kleine stoomlocomotief. De Bison, een oude rangeerlocomotief, wordt vanwege de beperkte water- en kolencapaciteit alleen ingezet op het traject Stadskanaal-Musselkanaal. Om in de sfeer te komen rijden er dit weekend vrijwilligers mee, uitgedost in historische klededracht. Dat is prachtig. En dan met dit weer. Wat wil Stadskanaal nog meer? Ondanks de uitgelaten sfeer zijn de Stardagen zwart omrand. Bij de brand eind vorige maand raakte een groot deel van het materieel zwaar beschadigd. Een klap die bij veel vrijwilligers nog lang zal nadreunen. Sorry hoor. Je wordt er nog steeds emotioneel van. Ja, tuurlijk. Is dat een klap die de Star ooit nog te boven komt? Ja, tuurlijk. De eerste dag van het evenement werd door honderden treinliefhebbers uit heel Nederland bezocht. Nou, het is meer voor mijn zoon die er helemaal gek van de kleine trein is. Ook rondreizen. Nou, hij heeft een hele jaarplanning gemaakt. En overal waar wat is, gaat hij heen. Ja, ik natuurlijk mee. Ik ben de bereider. En ik hou ook wel van treinen hoor. De Star hoopt met de actie Help de Star aan Stoom dit weekend enkele tienduizenden euro's op te halen.